Goedemiddag allemaal, welkom bij het webinar waarin ik jullie wat meer ga vertellen over Mulkel. Wie zijn wij als bedrijf? En een kleine inleiding passieve brandpreventie. Dus allemaal van harte welkom. Mijn naam is Sliman Azougah en we gaan ook direct van start. Voordat we beginnen wil ik jullie graag attenderen op het paneel wat rechts bij jullie in beeld is verschenen. Met het witte pijltje in het oranje vakje is het mogelijk om het controlepanel onzichtbaar te maken. Met deze button is het mogelijk om het scherm te vergroten dan wel te verkleinen. Zorg ervoor dat de speaker van de computer ten alle tijde aanstaat zodat ik duidelijk te verstaan ben. En mochten jullie hiermee problemen ondervinden, geef dat dan even aan in de chat. Want je hebt namelijk ook de mogelijkheid om vragen te stellen. En ik wil jullie daarbij vragen om de vragen zeker te stellen. Maar we gaan er aan het einde van het webinar dan even op in. En we gaan direct beginnen met de inhoud van deze presentatie. We gaan eens kijken wie we zijn, wat onze visie is. Dat de gebruiker bij ons centraal staat. Daar gaan we het ook eventjes over hebben. Nou, welke beoordelingscriteria hebben we allemaal als we het hebben over passieve brandveiligheid en met name natuurlijk als we het hebben over doorvoeringen. Verschillende type isolaties gaan we behandelen. We komen in de bouw nogal wat isolatiematerialen tegen vandaag de dag. Dat zijn er veel meer dan jaren geleden. En die lopen op verschillende manieren door en daar gaan wij ook verschillende manieren mee om. Verticaal en horizontaal compartimenteren. We gaan eens kijken naar testconfiguraties, uncapped, uncapped of uncapped, capped. Nou, er zit nog wel eens wat verschil tussen. Dat ga ik jullie even uitleggen. We gaan kijken naar wat producten. Dus het Mulkel portfolio lopen we door. En daarnaast gaan we ook kijken naar de tools die wij ter beschikking stellen om zo goed mogelijk met onze producten te kunnen werken. Nou, wie zijn wij? Wij zijn fabrikant van brandwerende doorvoeringsproducten en wij richten ons op de Europese markt. Dus wij zijn daarmee niet alleen in België en in Nederland te vinden, maar ook zeker in Engeland en in Scandinavië voornamelijk ook. Wij zijn gevestigd in Middelburg, in Zeeland. En wij zijn dus specialist op het gebied van passieve brandpreventie. Dus wij doen niks met harde plaatmaterialen bijvoorbeeld, of met brandweerende deuren, of met brandweerend glas bijvoorbeeld. Maar we richten ons puur en alleen op het onderdeel doorvoeringen. En dat is tegelijkertijd ook het meest lastige onderdeel in die brandpreventie, vinden wij. Want daar komen ontzettend veel vragen over binnen bij ons. Hoe om te gaan met bepaalde doorvoeringen, met isolaties, met wijze van doorvoeren. En daar kunnen wij jullie dus alles over vertellen. Wij verzorgen ook opleidingen. We hebben hier in Middelburg een opleidingsinstituut. Die opleiding kunnen we ook verzorgen op locatie bij de klant. We zijn een vrij jong bedrijf. We zijn in 2015 gestart met ons testwerk. Hier aan de rechterkant zien we ook hoe zo'n test opgebouwd is, hè, met alle elementen die daarbij horen. In 2016 zijn we gestart met de productie van onze producten. En vanaf 2017 zijn we daadwerkelijk gestart met de verkoop van de producten. Dus vanaf 2017 kan je Mulkel producten tegenkomen in de markt. Nou, onze visie, dat is eigenlijk het continu onderzoeken. Ontwikkelen en testen van hele praktische oplossingen. En daarbij letten we heel goed op wat de klant allemaal tegenkomt op de bouw. Ja, en dat proberen we eigenlijk op een zo makkelijke mogelijke manier te testen. Daarnaast kijken we ook altijd naar innovatieve brandvertragende producten. Dus hoe kunnen we op een hele innovatieve manier toch die brandwerende afdichtingen maken. Zonder daarbij allerlei kastjes te hoeven bouwen of heel moeilijke oplossingen te fabriceren. En daar ontwikkelen wij dus continu in. Wij voeren zo'n 6 à 7 testen per jaar uit. En er zitten eigenlijk allemaal doorvoeringen in die heel vaak terugkomen op de bouw. In plaats van dat wij dus kijken naar theoretische oplossingen, kijken we eigenlijk juist naar die praktische toepasbaarheid van onze producten. Dus we kijken naar wat kom je tegen in de praktijk, zoals ik al eerder aangaf. En daar maken wij dus een test voor. En dat testen wij bij een peut of een effectus voornamelijk. En we proberen dus heel dicht bij die werkelijke situaties te komen. Nou, daarvoor hebben we elkaar allemaal nodig in de hele bouwkolom. Dus wij als fabrikant, maar ook zeker onze dealers en ook zeker de mensen die op de vloer lopen, die op de bouw lopen. Dus wij voeren de testen uit. Het wordt in de praktijk toegepast
Daarop gaan wij weer ontwikkelen, zeker ook met de informatie die wij van jullie ontvangen. En als we dus een test hebben gedaan, dan koppelen wij dat weer terug aan de markt. Dat doen we voornamelijk via onze multiselector, waarin alle nieuwe oplossingen te vinden zijn. En zo maken we eigenlijk met elkaar die cirkel ook rond. Maar daar hebben we jullie absoluut bij nodig om dat goed voor elkaar te krijgen. Wij zijn aangesloten in Nederland en in België binnenkort ook bij brancheorganisaties. Voor Nederland is dat de BBN, Brandveilig Bouwen Nederland. En daar kijken we eigenlijk met alle fabrikanten die iets te maken hebben met brandveiligheid. Van hoe kunnen we die brandveiligheid nou naar een hoger niveau tillen in Nederland. En daar wordt ook naar normen gekeken. En dat doen we dus zowel in Nederland als in België op de korte termijn. Nou, bij ons staat die eindgebruiker die staat centraal. En daarmee bedoelen we voornamelijk de applicateur, maar ook de isoleerder of de installateur die bezig is met brandweerende doorvoeringen. Tegenwoordig zijn er veel meer partijen bezig met die brandweerende doorvoeringen dan alleen gespecialiseerde applicatiebedrijven. Dus we zien inderdaad steeds meer installateurs of isoleerders die die brandveiligheid erbij nemen in hun werkzaamheden. Dus die partijen die staan zeker bij ons centraal op het moment dat wij testen gaan uitvoeren. Hè? Want we hebben net gezegd dat wij heel dicht bij die praktijk willen staan. En die testen die worden eigenlijk allemaal uitgevoerd vanuit het oogpunt van praktische toepasbaarheid, snelle montage en kostenbesparing. Want het zijn namelijk ook de elementen waar klanten vaak naar kijken en waar ook een applicatiebedrijf of een installatiebedrijf naar kijkt op het moment dat hij een werk wil scoren. Dus ja, is het praktisch toepasbaar, de producten waarmee ik wil werken, kan ik heel snel monteren, is het kostenbesparend. En dat is voor ons dus ook een belangrijk uitgangspunt. Nou, alle oplossingen die we hebben, die worden onderbouwd met een ETA-rapport of klassificatierapport. Die zijn ook bij ons op de website te vinden, daar hoef je niet voor in te loggen, maar dan kun je dus direct tot de informatie komen. En daarbij hebben we uiteraard ook de multiselector. Daar zal ik later ook wat meer over vertellen. Want daarin zijn namelijk alle geteste oplossingen opgenomen. Daar vertel ik later in de presentatie even wat meer over. Ik heb aan het begin aangegeven dat wij ook opleidingen verzorgen. En die opleidingen die verzorgen wij voor de gehele bouwkolom. Dus dat gaat vanaf de verdelers tot aan de adviesbureaus en de architecten. Uiteraard installateurs en applicatiebedrijven, isolatiebedrijven zoals genoemd, maar ook de gemeente en brandweer die vaak moet toetsen op de bouw. Ja, die proberen wij te trainen, dusdanig dat ze die brandweerende oplossingen kunnen herkennen en op een goede manier kunnen beoordelen ook. Nou, op het moment dat wij trainingen geven, dan behandelen wij daar een aantal aspecten. We kijken naar wat is WBDBO bijvoorbeeld, of wat is EI en wat is EW. Er zit wat verschil tussen. Wij testen alles conform de Europese regelgeving. Voor doorvoering is dat de EN 1366-3. En voor naden en voegen is dat de 1366-4. Nogmaals, we hebben alles opgenomen in die multiselector. Dus alles wat we hebben is daarin ook terug te vinden. En bij zo'n opleiding kijken we ook van welke producten hebben we, hoe pas je de producten toe. Wat zijn de maximale sparingsafmetingen bijvoorbeeld en hoe ver moet ik een grafietkit inbrengen bijvoorbeeld. Dus dan gaan we heel gedetailleerd kijken van wat er allemaal mogelijk is met de producten die wij aanbieden. Getrainde verwerkers die krijgen van ons ook een pasje. Dat pasje is 2 jaar geldig. En daarmee kan de monteur dus aantonen dat hij een training heeft gevolgd en dat hij dus bekend is met de materie. Nou, daarnaast krijgt het bedrijf ook een certificaat. Dat wordt eenmalig afgegeven. En met dat certificaat kan het bedrijf dus aantonen, ook bij het binnenhalen van een project, dat de monteurs die met de producten van Mulco aan de slag gaan, getraind zijn en weten waar ze mee bezig zijn. Want we zitten namelijk wel in een markt waarin je toch heel goed moet weten hoe je met die brandveiligheid moet omgaan. Het is vaak de veiligheid van anderen ook waar je mee bezig bent. Dus het is heel belangrijk om je op een goede manier te laten trainen hierin. Nou goed, en waarom zijn we nou bezig met passieve brandpreventie? We zijn er met heel veel mensen, heel veel partijen dagelijks mee bezig. Het is vaak ook het enige waar bedrijven mee bezig zijn. Die zijn dag in dag uit bezig met passieve brandveiligheid. Nou, dat is eigenlijk om dit soort taferelen te voorkomen. Dus wat we hier zien, rechts in de plaatjes een uitslaande brand, waarbij de vlammen uit het dak slaan, uit de gevel slaan.
Ja, dat is enorm heftig. En we willen dus met elkaar ervoor zorgen dat mensen in ieder geval veilig uit die gebouwen kunnen vluchten. Dat klinkt misschien heel idealistisch, maar het is wel in eerste instantie waarom we dit met z'n allen doen. Nou, daarnaast wil je er ook voor zorgen dat de brand beheersbaar blijft. Dus je wil ervoor zorgen dat de brandweer daar op tijd bij kan komen en dat de brand beperkt blijft tot één compartiment binnen dat gebouw. Dat is toch het allermooist. Dus dat die niet doorslaat naar aangrenzende compartimenten of naar naastgelegen gebouwen bijvoorbeeld. Dus dat wil je allemaal niet hebben. Beschermen van goederen. Denk maar aan een groot warenhuis waar goederen opgeslagen zitten. Dus dat wil je allemaal niet verloren laten gaan. Dus je wil een brand zo snel mogelijk controleren en ervoor zorgen dat die beheerst wordt. Nou, milieuschade wil je ook beperken. Op het moment dat je een grote brand hebt, heb je daar natuurlijk ook veel meer nevenschade van. Dus hoe beperkter de brand, hoe beter dat is uiteraard. Nou goed, het stukje bedrijfscontinuïteit speelt ook altijd een rol. En verzekeringsmaatschappijen, ja, die spelen ook een steeds belangrijkere rol. Want die kunnen aangeven, nou jongens, wij willen het pand wel verzekeren, maar dan moet die brandveiligheid wel op orde zijn. En er zijn een heleboel voorbeelden waarbij projecten niet geopend zijn, omdat die brandveiligheid niet volledig op orde was. Dus het is enorm belangrijk om dat op een goede manier in orde te maken en ook op een goede manier te registreren. En dat doen we met een logboeksysteem wat we hebben, de Data Manager. En ook daar vertel ik later nog eventjes iets over. Ik heb aan het begin aangegeven WBDBO. Dat staat voor weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. En dat bestaat uit een aantal deelaspecten: stabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie. In het schematische voorbeeld wil ik even laten zien hoe dat dan in zijn werk gaat. Dit zijn twee gebouwen naast elkaar met twee bouwlagen. Stel, we hebben in het rechtergebouw een brand op de eerste verdieping. Dan kan je dus brandoverslag krijgen via de openingen in het gebouw. En dan gaat de brand dus via de buitenlucht naar een hoger gelegen verdieping of via de buitenlucht naar een aangrenzend gebouw. En dan spreken we dus over brandoverslag. Daar hebben wij bij Mulkel eigenlijk op dit moment heel weinig mee te maken, want wij beoordelen eigenlijk alleen maar de branddoorslag. De rode lijn, dat is de vloer, dat is ook gelijk je brandscheiding. Het is dezelfde brand op die eerste verdieping. En dit bedoelen wij dus met branddoorslag. En dat betekent dus dat alle doorvoeringen die in dit geval door je vloer heen gaan, brandwerend afgedicht moeten worden met de producten die daarvoor getest zijn. Nou, we hebben niet alleen vloeren, maar we kunnen het ook wel eens over wanden hebben of schachtwanden. En ook daar moet je ervoor zorgen dat die brand zich niet door je schacht heen vreet naar de schachtzijde of naar het aangrenzende deel van het gebouw. Om ervoor te zorgen dat je dus geen brand in dat gedeelte krijgt. Nou, en dat is eigenlijk waar we continu mee bezig zijn, ervoor zorgen dat die brand dus binnen het compartiment blijft waar die is ontstaan. Nou, om zo'n brand te kunnen beoordelen, zijn er een aantal beoordelingscriteria. En dat is de R, de dragende functie van de constructie. Dus de constructie moet aan alle tijden stabiel blijven. Want we kunnen niet zeggen dat de constructie bijvoorbeeld maar 30 minuten blijft staan, hè? Dus dat die functie maar 30 minuten bestaat, maar dat we wel doorvoeringen brandwerend gaan afdichten voor 60 minuten. Ja, in een wand die het eigenlijk maar 30 minuten volhoudt. Dus die constructie moet aan alle tijden minimaal dezelfde brandwerendheid kennen als de doorvoering die daarin wordt afgedicht. We kennen ook de E van vlamdichtheid. Je wilt er natuurlijk ook voor zorgen dat gedurende de brand de vlammen of de hete gas geen doorgang vinden naar het aangrenzende compartiment. Dus zeg maar het compartiment ernaast of wat daarboven ligt. Dus daar wordt op gelet. Nou, de thermische isolatie is ook uiteraard een belangrijke. Wij kijken bij doorvoeringen eigenlijk enkel naar de maximale temperatuur van 180 graden gemeten aan de koude zijde van de constructie. Dus ja, dat speelt natuurlijk veel meer bij metalen leidingen, dus bij koper, staal of gietijzer. En bij kunststoffen speelt dat eigenlijk al een stuk minder, omdat kunststoffen natuurlijk verweken en wegsmelten. Maar heb je te maken met metalen leidingen, die zullen natuurlijk gedurende de hele brand de hitte doorgeven van de ene naar de andere kant. Dus ook daar moeten we dus thermisch isoleren, willen we dat op een goede manier voor elkaar krijgen. Nou, warmtestraling kennen we ook, maar dat is eigenlijk bedoeld voor ramen, deuren en luiken. En daar mag je op een meter afstand geen hogere temperatuur meten dan 15 kilowatt. En dat is gelijk aan 360 graden. Dus de gehele constructie, de wand,
140 graden gemiddeld. De doorvoeringen maximaal 180 graden. Dat geldt trouwens ook voor een enkel punt op die wand. Maar kom je bij een deur, een luik, dan mag die temperatuur in één keer oplopen naar 360 graden. Klinkt misschien een beetje gek, maar dat is wel hoe de wet dat omschrijft. Als we het hebben over doorvoeringen, dan letten we alleen maar op de R, de dragende functie, de vlamdichtheid en de thermische isolatie. En wat we vaak als vraag krijgen is, we hebben een doorvoering en die moet EI 60 zijn of EI 30. En dat wil eigenlijk niks anders zeggen dan vlamdicht en thermische isolatie gedurende 30 of 60 minuten. En in sommige gevallen is dat zelfs 120 minuten. Ik heb al een paar keer compartimenteren genoemd. Dat ziet er zo uit als we gaan kijken naar een doorsnede van een gebouw. Als we het hebben over horizontaal compartimenteren, dan bedoelen we daarmee de vloeren. In de praktijk zijn het vaak betonvloeren van 150 mm. Je komt ook nog wel eens houten vloeren tegen in combinatie met een brandwerend plaatmateriaal. Of we kunnen het hebben over verticaal compartimenteren en dat zijn dat de wanden. En dat zijn ook je schachtwanden, je flexibele wanden, je massieve scheidingswanden. En daarbij wordt de brand vaak van beide zijden beoordeeld. Hè, omdat je vaak met twee compartimenten te maken hebt aan weerszijden van die brandscheiding. En 9 van de 10 keer is het een combinatie van de drie. Hè. Dus heb je zowel je vloeren, je wanden als je schachtwanden. En dat zijn de compartimenten. Nou, binnen de compartimentscheidingen, dus dan heb ik het echt over de constructies. Nou, er kunnen wat verzwakkingen in zitten. En die verzwakkingen kunnen zijn doorvoeringen. Om even een voorbeeld te geven. Dat kunnen bijvoorbeeld je buis- en leidingdoorvoeringen zijn. Rechtsbovenin zien we dus hoe dat afgewerkt is met een multicolor slim. Dus de juiste geteste oplossing voor bijvoorbeeld zo'n bundel aan diverse doorvoeringen. In het plaatje zien we ze daar zitten. Die gaan in dit geval door de vloer. Of sorry, door de wand. Nou, kabeldoorvoeringen. Die zitten eigenlijk ook in alle gebouwen die ik in mijn carrière ben tegengekomen, kom je altijd kabelgoten tegen. Nou, die gaan de ene keer door de vloer, de andere keer door een wand of soms door een schachtwand heen. En ook die moet je ter plaatse van je brandscheiding afdichten. Nou, we zien in het plaatje dat gedaan is met het Multimestic C-systeem, steenwol schotsysteem in combinatie met pasta en coating. Dilataties, die worden ook heel vaak over het hoofd gezien. Dus aansluitnaden tussen constructies. Dus daar waar je een brandwerende wand aansluit op een vloer of op een andere wand. Ja, dan zal je altijd naden en kieren hebben als dat niet op de juiste manier is afgedicht. En ook daar moet je dus op letten, want ook via die naden kan je dus verspreiding van rook, hete gassen en vlammen krijgen. Nou, daar hebben wij bijvoorbeeld testen mee uitgevoerd met multisealant A-kit op een rugvulling. En daarmee zou je dus die naden brandwerend kunnen afdichten. Nou, ramen en deuren zijn ook allemaal verzwakkingen van je brandscheidingen. Elektradozen niet te vergeten. Die zitten heel vaak in lichte scheidingswanden en het moeten allemaal dozen zijn die ook bij brand die wand gesloten houden. Dus daar moet een brandwerend petje in zitten, de multidisc in dit geval. Of ze moeten dan wel brandwerend uitgevoerd zijn. Maar dit zijn dus allemaal verzwakkingen in je brandscheiding. Dus we kunnen ook niet zeggen van nou, er loopt ergens een kabel doorheen en we gaan alles afdichten. Maar dat ene kabeltje, dat maakt niet uit, dat laten we zitten, want daar gebeurt toch niks mee. Want dat is dan wel de zwakste schakel binnen je brandscheiding. En ook dat moet je dus brandwerend afsluiten. Wij voeren testen uit met verschillende configuraties. En dan heb ik het in dit geval over isolatiematerialen. Dit kom je heel vaak tegen in combinatie met metalen leidingen. Koperen leidingen, kunststoffen worden ook zo nu en dan geïsoleerd. En dat is allemaal om ervoor te zorgen dat je dus geen condensproblemen krijgt. Of geen hitteverlies hebt of geen koude verliezen. Dan kom je met name op de PIR en de PUR schalen. En de isolatiematerialen die kunnen op verschillende manieren door je brandscheiding heen lopen. Nou, de eerste dat is een continu doorlopende isolatie. Die wordt ook aangeduid als CS, Continuous Sustained. En dat zie je heel vaak bij steenwolschalen, peerschalen, peurschalen en ook condensisolaties zoals elastomeer. Ja, en die mag je eigenlijk ook niet onderbreken. Ja, dus wij hebben getest waarbij je dus een product neemt, de Multicolor Slim bijvoorbeeld of een grafietkit. En dan mag je dus de isolatie laten zitten. En dan ben je toch brandwerend aan het afdichten. In het verleden zijn die isolaties heel vaak verwijderd met alle gevolgen van dien. Dus onder andere condensproblemen treden dan op.
Deze variant hebben we ook, continuous interrupted. Dat is dus continu doorlopende isolatie, maar die wordt bij de wand wordt die onderbroken. Nou, dat zien we heel vaak in combinatie met steenwolschalen. Nou, dan hebben we nog deze twee varianten, local sustained of local interrupted. En dat zijn isolatiematerialen die eigenlijk altijd worden toegepast in combinatie met brandveiligheid. Want je wil hier bijvoorbeeld die metalen leidingen over een bepaald gedeelte isoleren. Aan beide zijden van de wand een meter of een halve meter. En die zorgt ervoor dat die temperatuur die in die leiding gaat zitten, dat die eigenlijk langer de tijd krijgt om af te koelen. Dusdanig dat je aan die koude zijde geen hoge temperatuur meet van 180 graden maximaal. Het verschil tussen deze twee is dus, dit is voor het eigenlijke gebruik van de leiding. En deze twee varianten die worden eigenlijk altijd toegepast in combinatie met brandveiligheid, puur om die thermische overdracht tegen te gaan. En dat kan bijvoorbeeld ook met een multimastic SP, de pasta, als een soort van coating toegepast, of met de multitherm bandage. Belangrijk om te onthouden, leidingisolaties hoef je met het Mulkel-systeem eigenlijk niet te verwijderen. En die mag je dus laten zitten. Nou, het beugelen van leidingen is ook een belangrijk onderdeel van die doorvoering. Het gaat niet alleen om het product wat je toepast, maar ook hoe is die leiding afgebeugeld. Die afstanden van beugelen vanaf de brandscheiding tot aan de eerste beugel, die zijn opgenomen bij ons in de rapporten. Dus ik wil jullie van harte uitnodigen om die te raadplegen en als jullie vragen hebben, ons daarover te benaderen. En bij vloeren zit die beugel altijd alleen aan de bovenzijde van de vloer. Wij kijken ook heel goed naar wat is de functie van de leiding. Is het hemelwaterafvoer of zijn het geventileerde rioleringsbuizen? Dan moeten die altijd uncapped, oftewel open worden getest. Ik heb dit even proberen schematisch weer te geven. We kijken hier aan de linkerkant, zien we de oven met de vlammen. We zien hier dus een uncapped buis, dus waarbij je dus door die buis heen kunt kijken de oven in. En hier kunnen dus die vlammen en die hete gassen, die kunnen hier dus vrij doorgang vinden door de buis. Dus dat betekent dat je wel een product moet toepassen die ook tegen die druk kan die dan optreedt. En die uncapped situatie, ja, die kom je eigenlijk altijd tegen in combinatie met hemelwater afvoeren of rioleringsbuizen. Want dat zijn namelijk geventileerde systemen. Die staan dus in contact met de buitenlucht. Hè, omdat er verse lucht moet aangezogen worden om dat systeem te kunnen laten functioneren. Dus je mag hier ook alleen maar producten voornemen die uncapped zijn getest. En dat staat allemaal ook in de rapporten, maar ook zeker in de multiselector. Een andere variant die we hebben is de capped-uncapped situatie. En dat blauwe wat je ziet, dat is de cap, dus eigenlijk een dop die in de oven zit. Dus dat betekent dat die hete gassen en vlammen eigenlijk geen doorgang kunnen vinden tot in de buis. En dat zijn vaak buizen die ondersteund worden met een brandwerend ophangsysteem. En dat zijn bijvoorbeeld de metalen leidingen. En die worden dus op deze manier worden die getest. Nou, daarnaast heb je ook de uncapped capped situatie. En er zit de afdopping aan de buitenzijde van de oven. En dat zijn eigenlijk alle niet geventileerde buizen. Maar ook de gasleidingen, drinkwaterleidingen, warmwaterleidingen. En die mag je dus allemaal met een afdopping aan de buitenzijde van de oven testen. Nou, de laatste die we hebben, dat is een capped capped variant. En er zit er aan beide zijden van de buis zit er een afdopping op. Nou goed, vanuit de norm is dat bedoeld voor schachten voor afvalverwijdering. Alleen ja, die komen we heel weinig tegen. Dus we testen meestal de drie bovenste varianten. En dus voor die hemelwaterafvoer en rioleringsbuizen, uncapped, uncapped. Wanneer je uncapped, uncapped test, mag je dat toepassen voor alle andere varianten. Dus dat betekent ook voor die niet geventileerde systemen die uncapped, capped uitgevoerd mogen worden. Alleen je mag het niet andersom doen. Dus alles wat je uncapped, capped hebt getest, mag je niet voor geventileerde systemen toepassen. En het gebeurt nog heel vaak in de praktijk, ja, dat je de systemen tegenkomt, ja, die niet op de juiste manier zijn getest, maar die wel worden toegepast voor geventileerde systemen. Dus daar graag de aandacht ook voor in de praktijk. Nou, wij voeren onze testen uit conform de ISO brandcurve. Nou, en die ISO-brandcurve, daarmee simuleren we eigenlijk een brand in een ovensituatie, in een gecontroleerde omgeving. En die brandcurve die wordt dan op een bepaalde manier opgestookt. Dus dat betekent dat bij 30 minuten die temperatuur boven de 800 graden uitkomt. Na 60 minuten loopt die al richting de 1000 graden. En na 90 minuten zit die op de 1000 graden. En dan loopt die nog een stukje door. Naar ruim richting de 1100 graden.
Nou, om jullie een beeld te geven van wat we allemaal testen. Op het moment dat wij een test uitvoeren, dat kan op verschillende manieren kan dat gedaan worden. We hebben bijvoorbeeld testen uitgevoerd conform 1366-2 voor brandkleppen, deel 3 voor doorvoeringen en deel 4 voor lineaire voegen. Dat zijn allemaal verschillende Europese normen waar wij ons aan moeten houden op het moment dat we dus die testen gaan uitvoeren. We kijken naar verschillende materialen, diameters, wanddiktes van buizen en leidingen. Dus daar wordt heel goed op gelet. En we kijken uiteraard ook van hoe loopt de isolatie door. En we kijken daarbij naar dus die stabiliteit, vlamdichtheid, thermische isolatie en uiteraard ook naar de testconfiguratie. Dus uncapped, geventileerd, dan wel niet geventileerd. Maar alle criteria die wij hier testen, die zijn natuurlijk van belang om te voldoen aan die gestelde brandweerendheid. Dus het is enorm belangrijk om al deze aspecten ook mee te nemen. Nou, dat gezegd hebbende wil ik even met jullie door naar het product. De producten die we hebben. Hier staan ze allemaal op een rij. Ik ga ze heel kort eventjes behandelen. We beginnen eventjes met de Multicolor Slim. En voordat ik dat ga doen, wil ik jullie wel meegeven dat het een compleet systeem is. Dat is allemaal in combinatie met elkaar getest. Dus dat kom je ook op die manier tegen bij ons in de multiselector. En het is, ja, met dit systeem kan je eigenlijk elke doorvoering brandweerend afsluiten. Om even te beginnen met de Multicolor Slim. Een schakelmachet. Bestaat uit 174 schakels, getest voor geventileerde en niet geventileerde systemen, geïsoleerde metalen leidingen en vooral ook voor rookgasafvoersystemen. De multiterm bandage voor het isoleren van die metalen leidingen en koperen leidingen over een bepaald gedeelte van de leiding aan beide zijden van de brandscheiding. En inmiddels ook getest voor kabelgoten om die thermische geleiding tegen te gaan. Nou, de multidisc. Een kleine disk die je toepast voor de wat kleinere elektrakabeltjes, kabelbuisjes, elektradozen, PEX-leidingjes, kleine waterleidingjes. En ook inmiddels ook voor koper en voor metaal getest. Nou, het Multimastic C-systeem. Het is niet voor niets een systeem, want het zijn steenwol schotten. 60 mm schot of een 50 mm schot in combinatie met coating en in combinatie met vulpasta en bedoeld voor grotere sparingen in combinatie met doorvoeringen, loze sparingen, brandkleppen zijn er ook mee getest. Het is een heel divers systeem en daarvan staan ook volop oplossingen in de multiselector. Nou, de Multimastic SP, uiteraard bedoeld in combinatie met het steenwol schotsysteem, maar je kan er dus ook thermisch leidingen mee afkoten over 200 mm. En ook bedoeld voor leidingen die geïsoleerd zijn met steenwol schalen. Dan hoef je eigenlijk alleen maar de SP rondom te gebruiken en dan ben je eigenlijk al klaar. De Multisealant GR, grafietkit, getest voor kunststofbuizen tot diameter 110, niet geventileerd, hè? Dus UC. Maar ook voor instorthulzen, meterkasten, geïsoleerde metalen leidingen. Dan heb ik het over brandbare isolatie, nou, kabelbundels, losse kabels. Is allemaal te doen met Multisealant GR. Multisealant A-kit, die hebben we in een koker of in een worst. Bedoeld voor lineaire voegen. Dus ik heb aan het begin aangegeven, aansluit naar de tussenconstructies. Ook brandwerend en rookdicht maken. Dat kan dus met die Multisealant A-kit. Multifoam 2K, ideaal product voor het eenzijdig benaderen van doorvoeringen. Om toch van beide zijden brandwerend te zijn. Maar ook zeker geschikt voor meterkasten, instorthulzen ook. Nou, kabelgoten kun je er uitermate goed mee doen. Nou goed, we zien ook een temperatuurbox bij die Multifoam 2K. Dus ook die kunnen we leveren om die kokers goed op temperatuur te houden. Nou, de Multifoam Stone. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde product als die Multifoam 2K. 2K schuim. Maar dit zijn stenen die je dus in de sparing kunt stapelen. En dat heeft eigenlijk een beetje hetzelfde toepassingsgebied als de Multifoam 2K. Nou, daarnaast hebben we ook een Multi-Wrap. Ook voor geventileerde systemen getest inmiddels. En voor geïsoleerde metalen leidingen. En dit is echt een product wat bedoeld is voor een inbouwoplossing. Dus de Multicolor hebben we voor een opbouw. En voor de inbouwoplossingen hebben we de Multi-Wrap. Nou, we hebben ook nog een brandwerende mortel. Ook uiteraard voor kabelgoten, maar ook voor brandkleppen geschikt. Daar is ook mee getest. En we hebben een eigen multiterm backing. En die gebruik je dus achter een Multisealant A-kit of een Multisealant GR-kit.
Een van deze producten wil ik graag even uitlichten. Dat is de Multicolor Slim. Die bestaat uit een rol van 2,61 meter. Daar kan je precies 6 manchetten van een diameter 110 uithalen. Nou, ik heb al genoemd dat hij 174 schakels heeft. Getest tot 120 minuten. En hij is slechts 30 mm hoog. En hij is ook getest in combinatie met steenwol schotten. En daar heb je de wokkels voor nodig. En die staan rechtsonder in beeld. Om dus ja, in een steenwol schotpaneel het brandmanchet te kunnen monteren. Nou, we hebben een heel groot toepassingsgebied voor die Multicolor Slim. Dit zijn een aantal toepassingen die we hebben. Ik ga ze niet allemaal behandelen, maar we hebben heel erg ingezet op meerlaagse leidingen bijvoorbeeld. Leidingen die onder een bepaalde hoek uit de wand komen of uit de vloer komen, waar je dus niet volledig het manchet kunt monteren. Nou, leidingen die ja, met een nul afstand langs elkaar door de doorvoeringen heen lopen. Dan kun je dus met één manchet kan je dat doen. Nou, montage op steenwol schotsystemen. Eenzijdige montage op schachtwanden. Ook met aluminium rookgas afvoeren hebben we dus testen uitgevoerd tot een diameter van 130. Ja, dus eenzijdig een dubbele Multicolor Slim rechtstreeks om het aluminium. Dus al die oplossingen zijn te vinden bij ons in de multiselector. Nou, over die multiselector gesproken, daar gaan we gelijk eventjes op in. Dus ik ga hier eventjes de drie tools heel kort met jullie door. Om te beginnen bij de multiselector. Die is te vinden rechtsboven op de website. Hij is in verschillende talen te raadplegen. Naast het Nederlands ook het Engels, Duits en Frans. Dat kan wel eens handig zijn als we met mensen te maken hebben die het Nederlands niet machtig zijn. En dat doen we trouwens met al onze documentatie. Die zijn allemaal in die vier talen te benaderen. En uiteraard is die Multicolor Slim ook te benaderen via een app, via de telefoon of een tablet. Nou, en wat is die multiselector nou eigenlijk? Het is een filtersysteem waarin we eigenlijk alle inhoud uit alle testrapporten hebben gehaald. En daar hebben wij gekeken naar constructie, brandwerendheid, doorvoeringen, positie, van hoe gaat die doorvoering daar doorheen, diameters. En dat hebben we allemaal in een filtersysteem gestopt. Die hebben wij de multiselector genoemd. En daar vind je eigenlijk alle informatie wat betreft onze testen. Even heel kort hoe die multiselector is opgebouwd. Je kunt zoeken op basis van constructie of op basis van product. Nou, laat ik even op basis van constructie zoeken. In dit geval kies ik dan bij stap 2 voor wanden. Nou, dan kom ik uit in de wanden die wij hebben getest. Ik kies hier voor een lichte scheidingswand van 100 mm bijvoorbeeld. En daarna heb je de mogelijkheid om voor een enkele doorvoering te kiezen, of een meervoudige doorvoering, of geen doorvoering. Dat zijn de drie keuzes die je hebt. Ik zal hier kiezen voor een enkele doorvoer. En hier zie je ook precies hoe die doorvoeringen dan door de constructie kunnen lopen. Voor nu kies ik voor een horizontale doorvoer. En dan krijg ik dus alle leidingen die dus op die manier zijn getest. Alle buizen en leidingen, kabelgoten. Nou, we zien het hier allemaal verschijnen. Ik kies hier voor een stalen leiding, RVS. Nou, bij RVS hoort vaak isolatie. Dus dan is het logisch dat we hier dan bij stap 8 voor een isolatiemateriaal kunnen kiezen. Ik kies hier voor een Armaflex. En dan heb ik hier dus de mogelijkheid om een product te kiezen. En ik kies hier voor de Multicolor Slim. En dan kom ik dus in de oplossingen zoals we die hebben getest. En we zien hier drie verschillende oplossingen. Aan de linkerkant kunnen we nog zien welke stappen we hebben gemaakt. En dan kunnen we ook terug in de stappen. En ik kies hier dus voor een doorlopende isolatie. Diameter tot en met 219,1 voor 60 minuten. Oplossing 3. En als ik daarop doorklik, ja, dan kom ik dus in de informatie zoals die ook in het testrapport staan. Want dit is één op één opgenomen vanuit het testrapport. Nou, wat zien we hier allemaal? Bovenin kan je de oplossing bewaren. Dat heeft dan weer te maken met het logboeksysteem, want dan kan je een koppeling maken naar het logboeksysteem. Je kan de oplossing ook doormailen als iemand daarom vraagt. En als je daarop klikt, kom je in dit scherm uit en dan kan je nog kiezen welke plaatjes je wilt meesturen. Je vult hier je gegevens in, het project en een persoonlijk mailbericht als je dat zou willen. Je drukt op versturen en dan krijgt dus de ontvanger één op één vanuit de multiselector en net de PDF met daarin dus alle gegevens. Je kan het uiteraard ook downloaden of printen. We zien hier de brandwerendheid van beide zijden. 60 minuten CU, capped, uncapped. Dat hebben we net behandeld. En het mooie is ook, je kan direct naar een testrapport refereren. En het enige wat je hoeft te doen is hierop te klikken en je gaat naar pagina 139 en dan weet je dus precies
waar je moet zijn in de testrapporten. Dat zoeken in rapporten is eigenlijk hiermee overbodig gemaakt. En daarnaast kijken we ook naar verschillende isolatiematerialen. Hier hebben we weliswaar met een Armaflex getest, maar daar vallen bijvoorbeeld ook een Kyflex of een K-flex, et cetera, onder. Dit was eventjes de multiselector, de projectmanager. We hebben net gezien dat we vanuit de multiselector ook kunnen bewaren. En dat is dan ook voor die projectmanager van toepassing. Want hier kan je namelijk alle oplossingen in kwijt. En dat kan je dan weer gebruiken om daar een boekje van samen te stellen. En die kan je gebruiken voor een offertestuk of voor iemand die of voor de mannen op de bouw. En zo'n projectboek, dat ziet er als volgt uit. Dit kan je helemaal online kan je dat maken. Een voorkant, die kleur die kan je zelf bepalen. Een afbeelding van het project en de gegevens die erbij horen. Daar waar nu het Mulkol logo staat rechts, of sorry, links onderin, daar komt dan het logo van het eigen bedrijf te staan. De inhoudsopgave wordt automatisch gegenereerd en de kopjes die worden daar netjes tussen gezet. De projectgegevens worden automatisch opgenomen. We zien hier het project, de opdrachtgever, het applicatiebedrijf en wie het beheer en het onderhoud doet. Daarna volgen alle oplossingen. En dit zijn dezelfde oplossingen als die je opsluit vanuit de multiselector. En je kunt nog steeds de producten, of sorry, de rapporten downloaden of de handleidingen hieruit downloaden. Dus ook uit een PDF-document. Nou, alle 2D en 3D aanzichten kunnen daarin worden meegenomen. Je hebt de mogelijkheid om verschillende tussenbladen toe te voegen. In dit geval heb ik een bijlage toegevoegd met een advies. En dan heb je het eindblad in dezelfde kleur en dan ben je eigenlijk klaar. Dus met dit document kom je eigenlijk heel professioneel binnen bij een opdrachtgever. En dan weet hij precies wat je komt doen, met welke producten, met welke testrapporten en alles wat erbij komt kijken. Nou goed, het laatste onderdeel van vandaag is even de data manager. Dat is ons logboeksysteem en dat is een kosteloos digitaal registratiesysteem om het complete project in kaart te brengen. Hiermee hebben we dus alles op één centrale plek opgeslagen. Is altijd te raadplegen waar je ook bent. En er wordt altijd veilig opgeslagen in een cloud omgeving. Je kunt vanuit dit systeem projecten en gegevens delen met andere partijen. Je kunt hier verschillende partijen of verschillende deelnemers aan toevoegen, gebruikers. En die hebben ook verschillende gebruikersrechten. Dus een applicateur kan bijvoorbeeld daar zijn monteurs onder zetten. Die hebben een bepaalde mogelijkheid met het systeem. Maar dat kunnen bijvoorbeeld ook de projectleiders zijn. Hè. Die kunnen er ook onder gestoken worden en die hebben dan wat meer mogelijkheden met het systeem dan bijvoorbeeld een monteur in dit geval. Er zitten opties in voor onderhoud. En het is ook een bewijsstuk dat je dus je brandwerende voorzieningen gemaakt hebt en voorzien hebt in je gebouw. En dat is natuurlijk weer richting een verzekeraar belangrijk. Heel kort even nog een snapshot van hoe dat eruit ziet. We zien hier aan de rechterkant zien we de plattegrond. Aan de linkerkant zien we met de kleurtjes de verschillende markers. Nou, als je klikt op marker toevoegen, dan zet hij een marker op de plattegrond. Die voegt hij ook toe aan de linkerkant. En alles wat ik hier laat zien, kan je natuurlijk uiteraard ook op een mobiel apparaat doen. Daar wordt inhoud gegeven aan die marker. Ja, dus dat kan met 6 foto's en al je gegevens die je daarbij hebt. En je hebt ook de mogelijkheid om op een heel beperkt stukje van je plattegrond verschillende markers te plaatsen. En die kan je met lijntjes ook uit elkaar trekken. En daarbij dus alle inhoud geven aan die markers. En wat ook het mooie is aan het systeem is, je kunt ook markers toevoegen en bijvoorbeeld zeggen, ik wil ook mijn meerwerk of mijn opname doen in dit systeem. En ik kan na de hand ook het meerwerk of alleen de vooropname uitdraaien. Ja goed, dat kan natuurlijk heel waardevol zijn voor je opdracht. Mochten jullie hier wat meer informatie over hebben, want het is veel uitgebreider dan dit uiteraard, de systemen die we hebben, neem alsjeblieft contact op en dan kunnen wij dat een keer veel uitgebreider toelichten, hier bij ons of uiteraard bij jullie op locatie. Dat logboek wat je dan uitdraait vanuit die data manager, dat ziet er zo uit. Ik heb hier even een watermerk doorheen gezet om te laten zien dat je dus ook watermerken kunt gebruiken voor op het logboek. Op het moment dat het werk nog niet af is of je moet het ter inzage afgeven. De kleur kun je hier ook zelf bepalen. Nou, hetzelfde plaatje kan je invoegen. In dit geval is het project Hoofdgebouw in Amsterdam. De inhoudsopgave wordt ook hier automatisch gegenereerd. De contactgegevens die worden hier automatisch opgenomen. Tot zover lijkt het heel erg op de projectmanager. Maar hier krijg je vervolgens de plattegronden van je project.
Dit zijn dan de markers met daarbij de vulling die je daarin hebt gegeven. Een foto vooraf, een foto achteraf en een referentieplaatje. Met daar rechts alle gegevens die je hebt ingevoerd. En ook een link naar de website. Hè, als je daar een gekoppelde oplossing vanuit de multiselector hebt toegevoegd. En je kan ook vanuit de PDF alle foto's bijvoorbeeld in groot formaat bekijken. Want hier worden maar twee foto's opgenomen. Maar je kan online, kun je dus bijvoorbeeld alle zes de foto's groot bekijken. Vanuit de PDF. Het toevoegen van technische documenten aan rapporten wordt automatisch gedaan. Dat hoef je ook niet zelf meer achteraf te doen. Dus op het moment dat je bij de marker een bepaald product kiest, dat zien we hier ook onderaan, dan maakt die automatisch daar een linkje van naar de website. En dat betekent dat je dus nooit alle documenten hoeft te verzamelen. Dat doet hij automatisch. En je hebt ook altijd de up-to-date gegevens voor ons. En het eindblad in dezelfde kleur. En dan heb je dus een PDF. Dus een heel klein logboekje. Maar uiteraard kan het zo uitgebreid worden als je dat jezelf wil. Ik wil jullie van harte bedanken voor de tijd. We zijn een klein beetje uitgelopen. Daar was ik al een beetje bang voor. Wij zijn te bereiken voor vragen, opmerkingen of suggesties via de mail. info@mulkop.com. Technisch advies support@mulkop.com. Daar proberen wij altijd binnen een dag op te reageren. Wensen jullie een training van een van de systemen of de producten, et cetera. Die kunnen naar training@mulkop.com. En voor nu wil ik jullie hartelijk danken voor jullie tijd en aandacht. En als er vragen zijn, dan horen we die graag. Graag tot de volgende keer.